Ik dacht, ik ga één kant niet redden, maar gelukkig. Ik zou net kijken, ik heb inderdaad verwijderd, helaas. Ik zat twee dingen te denken om te doen. Ik zat te denken, ik heb een shirt gekregen een keer van iemand. Dingen zitten kijken, waarmee moest vervolgens mijn Glorix was dan mee. Maar... Shiptot hier, kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is aan de pas, zoals iedereen weet. En mijn camera is al bijna weer leeg. Ik heb een vergeten batterij tussen. Ik dacht, ik kan nog even. Ik zag wel één streepje, maar ik dacht, ik kan nog even met de batterij. Zeker uit deze deur tussen de richten. Want ik was vergeten ook maar. Dan kan me. Zo, hoppa. Dan ga ik klaarmaken om ook naar koffie te zetten. En wakker te worden. Dus, let's go. Fucking mental. Even mijn kopje pakken om even lekker koffie te zetten. Zo. En dan de koffie zetten. En ik kan je eten geven. Dat moet nog gebeuren, dus laten we dat dan even doen. En wat ik eerst ga doen is even mijn batterij vervangen. Zo, die heb ik dan vervangen. En maar ik kan je eten geven. Yeah? Jouw eten, jongen. Zo, hoppa. Ja, komt eraan. Zo, kijk eens aan de kont draaien je eten. Zo, hoppa. Zo. Alsjeblieft jongen. Dan ga ik zelf even koffie zetten. Hoppa. En dan lekker maar... koffie drinken. Laten we dat maar even lekker doen. Pak je pluim voor goede humeur, voor geen gezeur. Laten we dat maar even lekker doen. Koffie, water vullen. Dat wil ik even proberen. Zo, water gevuld. En nu maar wachten tot ik ga lopen en dan ga ik even haar in de knoop doen en alles op en eraan en editen. Dus laten we dat maar even doen. Zo, wat ik nu ga doen is lekker eten maken. Ik zat even te kijken voor mijn ding op mijn computer. Net even klaar met editen in ieder geval. Nu maar even broodjes maken. Die heb ik uit mijn werk gehaald. En als ik dat heb gemaakt ga ik even kanje eten geven. Want die horen jullie natuurlijk ook mouwen. Soms op momenten knip ik dat uit, dat ik gewoon mouw van hem, maar... Hè? Ja. Dus ik ga in ieder geval broodjes maken. Dus laten we dat maar even lekker doen. Eerst even lekker snijden allemaal. Wat ik meestal doe is altijd als ik er gesneden heb, dat ik allemaal de kruimels even eraf haal. Maar ja, eerst even snijden. Oké. Dan gooi ik daarin. En dan ga ik maar even lekkers op doen. Ja, jij hebt ook honger hè jongen, ja dat weet ik. Want drie beleggen, dat is grillworst, ga ik opdoen en nog wat dingen. Maar eerst hebben we dit en ga ik even bedenken wat nog meer. Paté, theetje, daar heb ik ook wat trekken. Daar had ik helemaal trekken eigenlijk vandaag, paté. Zo, dat is twee. En dan doe ik er nog eentje met kaas. Ik denk dat ik eerder twee van paté doe. Daar heb ik meer trek in. Ook al klaar. En nog eentje met paté dan. Zoveel trek in paté. Niet normaal. Ja, jij wil ook eten hè. Kan je. Ja, snap ik. Maar als je even gedeeld hebt, ga ik het zo geven. Ja, ik ga het zo geven. Ja. Ja. Zometeen. Dat heb ik nou alle vier gedaan. Alleen de tweede vraag of ik nou ook alle vier opkrijg. Maar dat gaan we zien. Dus dat. In ieder geval eerst even kanja. Die als eerst. Dan hebben we die jou eerst doen. Hè? Ja. Maar wat ik ook als eerste ga doen is even alle beleg in de koelkast zetten. Want kanja kennende weet ik al hoe laat het is. Hè?
Zo. 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 Hoppakee. Die gaat eruit. Die ga ik in een karton gooien. Zo. Een beetje hier alles op en daar opruimen. Ja, kijk eens. Hoppakee. Hoppakee. Die is voor jou. Zo, dan ben ik ook weer klaar. Alleen die is nog even in de kast. Hoppakee. En dan ben ik klaar. En dan ga ik maar lekker eten van deze vier broodjes. Want daar heb ik wel even trek in. In de tussentijd lekker YouTube kijken, denk ik nog eerst. En dan ga ik hem nog leren en afwas. Want dat moet ook nog gebeuren. Ja, dat moet allemaal nog gebeuren. Ik zat te denken, er lacht iets, maar ik kan niet zeggen wat. Maar ja, in ieder geval, ik ga even die vier broodjes eten die ik hier heb. Alle vier. Kijken of ik het opkrijg. We gaan het zien. Ik denk het niet. Maar eerst even dingen achter de computer nog een beetje doen. Hoppakee. Hoppakee, die kan ook weg. En dan heb ik alles klaar op mijn computer. Zo, de broodjes heb ik helemaal opgelukt eigenlijk. Ik dacht, ik ga één kant niet redden. Maar gelukkig, ik heb hem helemaal opgegeten. Ik was trouwens tussen editen. Was ik één beeld kwijtgeraakt helaas. Daar baal ik wel een beetje van. Maar ja, het is gebeurd. Het is hoe het is. Ik kan niks aan veranderen. Maar helaas, want ik heb alle beelden al verwijderd op mijn camera. Als het goed is. Wacht even. Nee, want ik heb hem nou ingepland. Ik ga zo meteen even naar kijken. Ik weet niet eens meer of ik alles verwijderd heb. Oh, dan moet ik zo meteen even kijken of ik alle beelden trouwens al verwijderd heb. Want ik kan niet herinneren dat ik wakker ben geworden dat ik verwijderd heb. Daar ga ik daarna aan twijfelen. Want ik... Nou, ik ga zo meteen even kijken en laat ik zo meteen weten. Maar voordat ik dat ga doen, is dat ik eerst ga leren. En voordat ik eigenlijk ga leren wil ik eigenlijk toch even checken of ik die beelden nog heb. Maar gaan we nu even kijken. Maar ik weet nog niet zeker of ik verwijderd heb. Voor mij wel. Ja, voor mij wel, want toen ik wakker werd, zag ik al twee filmpjes. Maar ik ga eerst even kijken en daarna even leren. Ik zou net kijken, ik heb inderdaad verwijderd helaas. Dus die beelden heb ik niet meer. Maar dat denk ik nu wel, dat ik nu lekker ga leren. En misschien, ik heb zelf gezegd voor vaak, misschien dat ik live ga. Maar ik denk dat ik inderdaad vandaag niet ga doen. Of ik misschien wel... Ik ga toch even nadenken, want ik denk het niet eigenlijk vandaag. Ik ga in ieder geval nu maar leren. Ik heb een shirt gekregen een keer van iemand. En ik zat daar aan te denken om mee te pijtaaien. Maar ik weet niet hoe. Ik weet niet ook even niet meer hoe het moest. Dat was volgens mij met chloor, dacht ik. Ik weet niet of ik trouwens überhaupt heb. Tussentijd kan ik deze eruit halen. Ik heb even afgelassen, alleen maar ik even nog opruimen. Maar ik weet niet of ik dat heb. Waar was het ook weer mee? Ik ga denken even op internet zoeken, want volgens mij. Was het met shift?
Nee. Ik heet het niet meer, jongens. Ik ga deel van het internet zoeken, denk ik, waarmee je het schoon kan maken. Maar het tweede ding hoor ik ook aan zat te denken om te doen, is eigenlijk de zonnebloem hierin doen. Dus ik pak alleen even een bakje voor om de aarde. En ik denk dat ik even denk een schoteltje ga doen, denk ik. Omdat er water in kan komen. Want ik wil eigenlijk die bloem laten kweken. Ik weet zeker dat het me niet gaat lukken, maar we gaan het even zien. Maar eerst even kijken waar ik mee ook weer spul ook die ging tie-dyen met die shirt. Ik heb die shirt voor mij nog steeds in mijn kast, dacht ik. Maar ik ga hem misschien nog een keer weer aantrekken. Maar ik heb nog een shirt gekregen namelijk. Ik dacht, daar ga ik sowieso mee tie-dyen. En misschien dat ik binnenkort ook dan weer een shirt ga halen om dat te doen. En misschien dan met die verf echt letterlijk te doen. Ik zat net letterlijk, waarom ik dit hiermee kwam, is doordat ik juist zag op TikTok namelijk. En ik dacht, hey, dat is niet waar, dat is lang geleden. Dat wil ik weer even oppakken namelijk. Maar eerst even deze plant, met zonnebloem. En dan ga ik maar even lekker relaxen denk ik. En misschien even eerst opzoeken hoe het ging met tie-dye. Zo, het is niet helemaal goed gelukt, maar ik heb hem hier nu klaar. En ik heb eigenlijk van die, noem het net, van de dingen zitten kijken waarmee ik moest. Volgens mij Glorix was daarmee. Maar ik heb wel daar voor zitten kijken. Maar die Glorix zit helemaal... die is helemaal op bijna. Dus dat gaat ook niet door. Misschien dat binnenkort wel gaan doen. Eigenlijk. Dus. En zoals jullie zien heb ik hier een beetje nou een troep van gemaakt. Maar ja. Die maar even weg. Met die erbij. Ik dacht ik doe het heel even snel. Ik had dat een ja, kut. Toen ik al bezig was dacht ik ook shit. Ik heb niet gevlogd. Maar ja, maar excuus ervoor. Maar het is me gelukt. En we gaan zien of het wordt gegroeid, gaat groeien. En tussentijd even lekker relaxen onder de computer. En even geleerd zoals jullie hebben gezien. En dan heb ik zo lekker gegeten boontjes met kip en rijst. Oh, dat was super lekker. En iets met nog, ik heb weten iets of zo volgens mij. Maar ik ben weer vergeten, trouwens mag ik er alvast op draaien, wat ik nog even doe. Maar ben ik toe aangekomen, doe ik morgen anders wel. En dan morgen moet ik ook niet vergeten om wat eten te halen voor vanavond. Moet ook nog gebeuren. En nu in ieder geval maar even lekker Twitch kijken naar Floris. En ik heb naast te denken, zou ik live gaan? Ik dacht, even deze keer niet. Want gisteren heb ik te laat live geweest. Ik ben bang om dadelijk weer dat te krijgen namelijk. Dus vandaar dat ik niet meer live ga op Twitch, soms wordt het weer laat en daar heb ik geen behoefte aan. Dus ik ga nu lekker livestream kijken van Floris en lekker bij je zitten, lekker relaxen en dan lekker genieten van de livestream. Ik begin gewoon eigenlijk een soort van een beetje in te zakken, dus ik ga lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Ik weet alleen niet wat morgen dag worden voor weer, maar ik zit aan het denken om eigenlijk zonder zo'n naar beneden te doen of niet. Wat zou ik doen? Ja, nee, weet je, kijk wel morgen hoe het dan is. Ja, dan is het maar hier te wachten. Ik laat eigenlijk alles open dicht, toevallig nu. 26 graden. Ja, het is niet anders. Maar ik ga leggen nogmaals klaarmaken om naar bed te gaan. Ik hoop je alsnog een leuke vlog hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik tof vinden als je hier beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog. Om 1 uur en zeg ik hierbij laters. Ik moet best wel veel doen vandaag. Het is eerste. Ik zit ongeveer bij het kijken, want wat is er nu bezig? Maar er is nou verwacht dat het nog veel gaat regenen. Nou ben ik benieuwd of het ook echt zo is of het nog hetzelfde is.